kan me herinneren dat jij hier net kwam. Mm-hmm. Dat was wel even een dingetje in deze buurt, ja, hè? Ja. Dat mensen zeiden, heb je weer zo'n jup? Ik snap het ook wel, weet je. Als je gewoon nieuw bent in een buurt en ook wel redelijk aanwezig met alle uitingen op het raam. Dan snap ik best dat mensen daar, ja, ik wil niet zeggen geïntimideerd door zijn, maar wel even denken van, hé, wat gebeurt hier allemaal? Maar goed, de deuren eigenlijk altijd wel opengezet. Nou, we hebben elkaar zelf ook even gevonden op een bepaalde manier. Maar wel altijd het gesprek aangegaan. En dat was eigenlijk op het moment dat we ook met elkaar spraken, was het ook wel gewoon prettig. Kun je mij eens wat vertellen wat voor trainingen je allemaal geeft? Ja, nou ja, eigenlijk heel, heel kort. Alle trainingen die hier gegeven worden zijn altijd onder begeleiding. Dus niemand komt hier binnen met een eigen handdoekje en gaat zijn eigen ding doen. Het is altijd of een groepsles of personal training. En dat is eigenlijk kracht- en conditietraining, kickboksen en yoga in de notendop. Hoe heet jij? Ik heet Rinus. En jij bent de trainer? Ik ben de trainer en we gaan nou wat buikspieroefeningen doen. Oh, die moet kijk je ook mee? Nee, volgende keer, schat. Met mijn buik, ja. Dus mensen kunnen hier ook komen als ze dus echt willen afvallen. Ja. Dus ik heb bijvoorbeeld veel te dikke buik. Dus ik kan zeggen, nou, Mink, help mij eens van die buik af. Dat zou kunnen. Dan natuurlijk wel iets komen doen. Ja, dat is het hele punt. Dat is het lastige. Mensen denken vaak van, kan jij het voor me oplossen? 10. Ja, we zijn hier natuurlijk wel op een sportschool, hè, lieve kijkers. Er moet wel wat gedaan worden. Yes, goed, oké, okay, relax. Hey, en is dat nou goed als mensen dus, zeg maar, buurtbewoners denken, of vooral vrouwen natuurlijk weer, maar ook mannen? Ja. Zoals ik heb met een dikke buik, helpt dat nou ook echt? Nou, het helpt niet per se om een dunnere buik te krijgen, maar je krijgt er wel sterkere buikspieren van. Dus wat en als je strakker dat combineert met een goed dieet, en veel beweegt, dan krijg je ook een dunnere buik uiteindelijk. Het grootste gevaar is mensen die stilzitten. Dus je hoeft niet je hele leven lang als bodybuilder in de sportschool te doen, maar bewegen, wandelen, dat is echt cruciaal. Hey, en wat voor trainingen geef jij hier allemaal? Ik doe vooral krachttraining. Krachttraining? Ja, dus eigenlijk alles met gewichten en zo. Want het schijnt ook zo te zijn, heb ik laatst op Radio NH gehoord, dat hoe beter je spieren onderhoudt, hoe beter dat is voor als je ouder wordt. Maar zeker weten. Dus dat klopt wel een blijf beetje. Blijf gewoon vitaal en sterk. 100%. En is het ook goed voor mensen die aan depressies lijden? Ook. Ook. Kijk, ik kan het niet als een onderzoek onderbouwen. Maar ik heb natuurlijk genoeg onderzoeken gelezen en aan de eigen hand. Ik heb heel lang hier achter in de jeugdgevangenis gewerkt. 6 jaar lang als sport. Gewoon als docent. In de jeugdgevangenis moeten alle jongens in dit geval, altijd naar school. Hè. Ze zijn gewoon leerplichtig. Dus ik heb daar 6 jaar lang sportles gegeven, maar met één gedachte, omdat ik weet dat sport ontlaat. Dus je agressie kwijt. Maar psychologisch werd je ook de hele tijd benadrukt. Dus het is gewoon het lekker in je vel zitten, frustraties kwijt, maar ook je kunnen uiten. Het gaat best wel ver, maar dat is wel wat sport is. En dat hele idee daar, ja, wat ik daar heb opgebouwd, die visie, heb ik meegenomen naar hier. Namelijk mensen laten zien dat je namelijk kunt ontladen door sport. En dat gaat veel verder dan alleen maar een kilootje afvallen. En wat voor sportlessen gaf je aan die jongeren? Ja, in principe sport in de breedste zin van het woord. Nou is het best lastig om dat soort jongens voor heel veel sporten te interesseren. Het jammer is dat ik daar niet mocht boksen. Terwijl bij uitstek dat de manier is om te ontladen. Maar goed, ik vond er wel andere manieren op. Dus veel judo gedaan. Worstelen klinkt misschien gek met dat soort jongens. Maar uiteindelijk ging dat eigenlijk 999 van de 1000 keer heel respectvol. Maar natuurlijk ook lekker voetballen, fitnessen. En allerlei sprintspelletjes. En grote spelletjes die je ook op normale middelbare scholen doet. Zeg maar. Ik zelf ben van mening dat agressie, dat kunnen mensen dan niet leuk vinden. Mm-hmm. Dat je die adrenaline en een bepaalde mate van agressie, niet dat ik dat wil promoten of zo, maar dat je dat toch ook wel nodig hebt om te overleven, lijkt mij. Het is niks voor niks zo'n groot onderdeel, ook nu in de maatschappij. En kijk maar gewoon om je heen, het is overal. Sterker nog, het zit in ons instinct. Weet je? Het is een instinct van een je overleving. Oerinstinct. Ja, natuurlijk. Dat zit in je allerdiepste onderdeel van je brein. Het echte oerbrein, zeg maar. Daar zit, kijk, agressie is misschien wat kort door de bocht, maar toch het een soort vechtdrang. Vechtlust. Vechtlust, hè, om voor iets te vechten of een ideaal of bij wijze van spreken. Of voor mensen die je lief hebt, dat zit echt in de mens. En ja, je slaat ook hier weer de spijker op zijn kop. Het is, wat dat betreft vind ik het heel jammer dat ik de kansen die ik daar
kon nemen om met die jongens dus beheerst te gaan boksen. Bepaalde, die jongens worden vaak zwart voor hun ogen. Om dat moment op te zoeken en daar dan met ze over te praten. Joh, wat gebeurt er nu met je en kunnen we daar wat meer controle op vinden? Ja, dat bij uitstek zijn dat dingen die je daar zou moeten doen. Maar goed. En jij doet een personal training nu? Ja, dat klopt. Woon jij in deze buurt zo? Nee, ik woon niet in de buurt. Ik kom helemaal vanuit Centrum Oost. Nou, dat zegt dan wel iets, hè? Ja, helemaal speciaal voor de training. Ik kom echt voor Rienert. Misschien kun jij de buurtbewoners nog even geruststellen dat het sommige dingen toch best te betalen zijn. Ja, hier? Nou ja, kijk, we hebben niks voor niks ook een website. Dus alle buurtbewoners die zich druk maken, kunnen natuurlijk gewoon rustig eens op de website ook kijken. Sowieso wat we hier doen. Ik heb het idee dat hele fijne trainers, hele fijne klanten. Met de buurt, volgens mij zijn we helemaal enigszins geïntegreerd. Er zal altijd wel iemand zijn die niet... Dat denk ik wel. Maar dat kan andersom ook wel zijn. Ik kan me ook niet voorstellen dat iedereen mij leuk vindt, weet je. Dat, toch? Dat is toch... Dat, ja, want dan ga ik mezelf ook anders gedragen dan ik misschien ben.